Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe aflevering van DWED, oftewel Dit Weekend in Dordt. Zaterdag heeft de gemeente een informatiedag georganiseerd bij Muziekcentrum Benevia over de omgevingsvisie. Pardon, omgevingsvisie? Waar hebben we het dan over? Iedereen hier die kent zijn eigen omgeving wel. Maar wie van jullie had al wel eens gehoord over de omgevingswet? Ik niet. U wel? Dat dacht ik al. Maar wat is nou die zogenaamde omgevingswet? Deze wet bundelt alle wetten, regels en maatregels over onze leefomgeving. En dat is een hoop. Nieuwe huizen en banen creëren met een oog voor natuur en milieu. Een levendige stad met veerkrachtige, maar voornamelijk gelukkige inwoners. Dat zijn de ambities van het stadsbestuur. Meer woningen, een economische groei. We willen een aantrekkelijke en klimaatbestendige stad. Maar hoe doen we dat? Uw participatie is belangrijk. Deel uw kennis, uw visie, uw ideeën en uw meningen vandaag met elkaar. En u zult u misschien wel denken, is mijn participatie dan echt zo belangrijk als dat ze zeggen? Of kijken ze naar een besluit uiteindelijk, wat wij doen bepalen we zelf. Voor al uw antwoorden en vragen over de omgevingswet, kunt u terecht bij het omgevingswetloket. Dank u wel. Ja, een hele dag georganiseerd hier. Wat is dit voor dag? Dit is een dag voor de omgevingsvisie, voor alle Dordtenaren, geïnteresseerden om vandaag te komen kijken. Aan de ene zijde informatie, wat is nou een omgevingsvisie? Aan de andere kant het ophalen van de ambities van de bewoners, de wensen, wat zij willen met Dordrecht. Omgevingsvisie, wat moet ik me daarmee voorstellen? Goeie vraag. Het is een nieuw begrip. 1 januari 2021 gaat vooralsnog de nieuwe omgevingswet in. Dat betekent dat we bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden omgevingsplannen, structuurvisie wordt een omgevingsvisie. Het zijn nieuwe namen omdat we de omgeving zo breed mogelijk willen benadrukken. Dus ook nieuwe thema's als gezondheid en beheer spelen een rol die voorheen in de structuurvisie nog niet aparte onderwerpen waren. U bent lekker aan het tekenen hier. Ik teken elke dag. Het is gewoon mijn routine. Alleen nu hebben we er een soort thema aan verbonden. Thema van woonvisie. En hoe leuk is het om straks met kinderen toch te babbelen over de huizen van de toekomst. Hoe wil je in de toekomst wonen? Waar moeten we aan denken? Hoe gaan we koken? Wat kunnen we koken? Hoe gaan we naar school? En dat is heel leuk om daar met kinderen over te praten. Al tekenend. Want tekenen is altijd... tekenen geeft eigenlijk een beetje de vrijheid om met elkaar te praten zonder dat je echt in gesprek gaat. Dus dan vertel je eigenlijk veel meer dan dat je echt gericht dingen gaat vragen. Dus tekenen stimuleert een beetje het out-of-the-box denken. En dat is hard nodig. En daar zijn mijn kunstenaars goed in. Out-of-the-box. Zou je dan de Spuiboulevard, als hier loopt die ongeveer, ja. Wil je die dan houden als belangrijk? Nee, wel smaller maken, maar gewoon dat we het verkeer af kunnen blijven voeren. Wel richting, via de Spuiboulevard? Ja, dan blijf ik bij dat. Want deze stad kan je maar aan één kant bereiken, hè, want de andere kant is water. Het is heel breed, ook best abstract. Vandaar ook deze dag, om ook uit te leggen deels wat het nou is, een omgevingsvisie. En op wat voor niveau je in omgevingsvisie doelen neerlegt. Het gaat dus niet bijvoorbeeld over een drempel in een straat, maar over hoe willen we de straten en de mobiliteit van Dordrecht garanderen voor de toekomst. Moeten we meer ruimte voor de fiets, voor bussen, voor auto's, op dat soort schaalniveau en op die abstractie. Dat komt in een omgevingsvisie te staan. Ja. We staan hier bij het rad van participatie. In hoeverre participeert u nou mee? Het groen op het eiland van Dordrecht. Hoe gaan we daarmee om? Ten aanzien van de biodiversiteit. En dat we als mens, we zijn bezig om te werken aan onze eigen ondergang. We werken ons van de planeet af, om het maar in een paar woorden te zeggen. En hoe doen we dat? Dus we staan voor grote opdrachten. Het moet allemaal anders. Hoe moet het anders in Dordrecht? Het branden van die fossielen en de stad Dordrecht. Ja, ik hoor de wethouders en die willen groeien. We willen groeien. Er komen meer kinderen, meer mensen. Groeien. Maar dat heeft met geld te maken en met economie. Daar zal het al mee te maken hebben. Hoe gaan die geldstromen? U gaat hier dus adviseren om niet te verder te groeien? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Want dan moet je de polders vol gaan bouwen. En verder de hoogte in. En het landschap, het kleinschalig landschap, dat leidt daaronder. Er worden bomen omgezaagd. En ik ben in gesprek met de bomenzagers. Enzovoort.
Hoe zou die toekomstvisie er wat u betreft uit moeten zien hier in Dordrecht? Nou ja, natuurlijk veel groen en veel toch wel ja, min of meer beducht voor het water, hè? Vooral. Maar ook misschien het water ook wel weer gebruiken. Het energie uit het water halen. Ik denk dat het juist overvloed aan water ook weer voordelen heeft. Alleen daar moeten we iets voor ontwikkelen. Dat moeten we gaan vinden. Maar ik denk dat wonen op water, werken op water, energie uit water. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele sterke punten die we in Dordrecht kunnen inzetten. Dus wat dat betreft zie ik de toekomst wel goed in voor Dordrecht. Als waterstad. Ja, u noemde een voorbeeld van ja, hoe ga je om met de verkeersstromen in de stad. Kunt u nog wat meer praktische voorbeelden geven waarover gedacht gaat worden en vandaag gediscussieerd? Ja, een nieuw thema van omgevingsvisie is ook gezondheid. Dus we gaan ook kijken, we zijn bezig met een groen-blauwe visie voor heel het eiland van Dordt te maken. Dat zijn ook klimaatadaptaties bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp. Dus hoeveel groen willen we handhaven? Want we hebben anderzijds ook een bouwambitie in Dordrecht. Hè. We willen eerst 4000 en later 10.000 woningen extra bouwen. We willen ervoor waken dat het niet allemaal ten koste gaat van bijvoorbeeld groen. Dus we gaan afwegen van waar willen we wel bouwen, maar waar willen we groen behouden of meer groen. En water maken om ook te zorgen dat we onze voeten droog houden. Wat zien we hier nu? We hebben een eettafel van heel Nederland. En we gaan hier dus water in gieten. Dat de rode lijn is de huidige zeespiegelstand. En met deze tafel kunnen we laten zien wat er gebeurt als de zeespiegel dus stijgt in de toekomst. Dus we gaan hem nou volgooien. Maar bij het vlaggetje is Dordrecht. Dat ligt erg laag, hè? Nou ja, Dordrecht ligt gemiddeld 1 meter beneden NAP, dat is Nieuw Amsterdam Pijl. Dus dat betekent 1 meter onder de zeespiegel. Maar dat geldt niet voor heel Dordrecht, want er zijn een paar gebieden in Dordrecht die liggen 3 meter boven NAP. En dat zijn de buitendijkse gebieden. En dat zijn bijvoorbeeld de Staart, de oude binnenstad en de zeehaven. En Dordrecht is natuurlijk vrij uniek, omdat het is natuurlijk ook een locatie ligt omringd door 3 rivieren. Dus Dordrecht is in principe een eiland. En wij zijn in Nederland heel goed beschermd door onze dijken. Dus onze dijken hebben een kans van 1 op 10.000 jaar om een keer te falen. Dus dat betekent een kans van 0,01% per jaar. Dus die kans is heel klein, maar het risico is er wel. We gaan starten. Start de quiz. Ik lees de vraag hardop voor. Jullie lezen de antwoorden op je scherm en kiest het antwoord waarvan je denkt dat dat goed is. Wanneer gaat de omgevingswet in? Ja, Joey, jij weet die. Dat doet me deugd. Iedereen weet dat 1 januari 2021 de wet ingaat. Laten we kijken naar de stand. Oh, er gaat iemand bovenaan staan. Mag ik u wat vragen, meneer? Ja, natuurlijk. U bent een betrokken Dordtenaar. Dat klopt. Ja. Anders kom je hier niet. Juist. Ja. Denkt u dat het zin heeft om hier de mening te laten horen? Ik denk het wel. En meningen van Dordtenaren beluisteren en aanhoren is goed. Het zou misschien iets meer plenair kunnen zijn. Eerst een algemene visieverhaal en daarna in kleine groepjes. Dat zal misschien... Wat meer doen, of misschien meer wijkgericht. Dus een sessie specifiek voor het centrum, of voor de Wantij, of voor Sterrenburg. Nu is het vrij algemeen en dat heeft voordelen en nadelen. Dus we gaan nou nog wat meer water erbij gooien? Dan zien we dus wat er gebeurt als het water echt een keertje heel hoog komt te staan. Inderdaad. En dat zit er natuurlijk wel in dat het water omhoog gaat, gezien de klimaatveranderingen. In 2100 wordt er verwacht dat de minimale zeespiegelstijging 65 centimeter is, als ik het goed zeg. En dat is de minimale situatie. Dus, wat betekent dat voor Dordt? Nou ja, in principe voor Dordrecht denk ik op dat moment dat het nog wel meevalt. Het enige wat natuurlijk betekent, kijk, we zien het hier al, dat we meer infiltratie hebben van zeewater in de rivieren. Dus dat betekent dat we sommige rivieren misschien zouter worden in plaats van dat ze zoet zijn. Dus dat kan voor de landbouw bijvoorbeeld iets betekenen. Maar er zijn heel veel verschillende scenario's. Dus het betekent niet dat één scenario per se dat alles wordt. Het kan ook nog 4 andere scenario's kunnen het ook zijn. In welke wijk woont u? Ik woon nu in Dubbeldam. Wat zou u dan ter bedde willen brengen als het om Dubbeldam gaat?
hoe de gemeente in de toekomst met Dobbeldam om moet gaan? Ja, dat is... Nou, er is natuurlijk al veel bereikt met het niet meer verder bouwen in de polder, wat een goede is. Is dat uiteindelijk het maximum om onze doelstellingen te komen om zoveel woningen te bouwen? Weet ik niet. Ik vind zoals Dobbeldam nu is, met een klein beetje een vergroting, dat lijkt mij prima. Maar je moet wel het karakter behouden van die omgeving. Dus, denkt u dat het zo aan de dijk zet om hier je mening te laten horen? Beperkt, maar dus dit is kleinschalig. Als het nog wat groter wordt, wat ik zeg, en meer informatie vanuit de wijken of misschien een combinatie met online of misschien verschillende doelgroepen, ook van mensen buiten de stad, om daar iets meer te doen. Willen wij groeien, dan zullen we waarschijnlijk niet autonoom groeien, maar meer van mensen van buiten. Dus het lijkt me handig om ook anderen te horen, dus verschillende leeftijdsgroepen van binnen Dordrecht, buiten Dordrecht en dan meer wijkspecifiek lijkt me ook handiger. Eigenlijk steentje is wat we bijdragen is weer meegenomen. Denkt u dat uw aanwezigheid hier daar enigszins aan kan bijdragen dat het anders gaat zoals u het zou willen? Het gaat om onze eigen ontwikkeling. Hoe ontwikkelen wij onszelf? Binnenkort heb ik een gesprek met een wethouder die gaat over het groen op het eiland van Dordrecht. Vindt u het belangrijk? Maar de mensen in de omgeving die houden niet van onkruid en ongedierte. Het moet glad, het moet netjes. Maar vindt u het belangrijk dat uw mening hier gehoord wordt? Ja, oh zeker, zeker. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ben een denker geworden, langzamerhand. Vroeger minder dan normaal, maar nu steeds meer. En allemaal die samenhangen ga ik zien. En we staan voor grote opdrachten. Want op het eind gaan we uitsterven. Eind van deze eeuw, heb ik ook weer gehoord van wetenschappers, het eind van de eeuw halen we niet. Uiteindelijk is er geen voedsel meer. Nou, ik ga terug naar het rad van participatie. Nou staan jullie hier op een dag waarin de burgers tips kan geven naar de gemeente toe over wat. Hebben jullie al tips gekregen van burgers? Ja, we hebben wel veel burgers hebben, of inwoners hebben al een verhaal meegedeeld over wat hun nou qua hoogwater meemaken in Dordrecht. Dus dat is voornamelijk in de oude binnenstad natuurlijk, één keer in zoveel tijd. Maar er is een verschil tussen wateroverlast en overstroming. Want wateroverlast betekent inderdaad water op de kade. En overstroming betekent echt gewoon meerdere meters water in heel Dordrecht. Ja. Daar kan je weinig als burger aan doen, hè? Nou ja, daar kan je zeker wel wat aan doen. Ja, wat kan je eraan doen? Nou, Nederland wil graag een burger zelfredzaam maken. Dus denk aan een radio met batterijen op zolder, zodat u altijd naar de risicoradio kunt luisteren. Een noodpakketje op zolder, genoeg drinkwater, eten, dekentjes. Want een overstroming zal ook altijd in de winter gebeuren, niet in de zomer. Dus ja, dat kan zeker als inwoner van Nederland en Dordrecht kunt u zeker wel daarop voorbereiden. Ja, je bent er wel op voorbereid, maar je kan het niet voorkomen. Je kan het niet voorkomen, nee. Maar je kan wel bewust zijn van het risico en weten wat je moet doen. En wat kunnen de burgers daar nu aan bijdragen vandaag? We vragen de burgers heel erg wat hun ambities en wensen zijn voor het eiland van Dordt. Dat kan zo breed mogelijk. De gemeenteraad heeft wel een aantal gebieden vastgelegd. Niet specifiek gebieden, maar de gebieden benoemd. Dus we hebben het over bedrijventerreinen, woonwijken. Het centrum is een aparte. Dan hebben we twee zones, de spoorzone en de wandtijzone. En daar hebben we ook thema's aan gekoppeld. Bijvoorbeeld bij bedrijventerrein spelen de thema's milieu is een belangrijke. Maar ook het werken aan zich, aantal banen, dat soort dingen. In het centrum wordt gekeken, ja, levendigheid versus leefbaarheid zijn bijvoorbeeld thema's. We gaan vragen wat vinden de bewoners nou belangrijk per gebied. En wat voor stem hebben de bewoners daar uiteindelijk in? Hoe zwaar gaat dat meewegen? We nemen het allemaal mee. In principe hebben we vastgesteld beleid, de gemeente. Ja, want we gaan eens in de 4 jaar naar de stembus en dan bepalen we hoe de raad eruit ziet. En die bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren met de stad. We geven een mandaat af. Ja, nee, we hebben wel nu gezegd, we gaan een nieuwe omgevingsvisie maken. Dus we gaan per gebied weer ophalen wat er allemaal is gezegd. Dat wegen we natuurlijk af. Een vastgesteld beleid gaan we niet opeens opgooien. Maar bijvoorbeeld nieuwe thema's moeten daar wel een plek in krijgen. En daar is nog niks over vastgelegd. Dus met name dat nemen we sowieso mee. En voor de rest gaan we kijken, zijn we als gemeente op de goede weg? En daar horen we heel graag de meningen van de bewoners over. Het is wel jammer, maar ja, het is ook een andere discussie. Dus het is niet nooit, ja, het is nooit of, het is een combinatie. Wat zou Dordrecht wel moeten hebben en wat zou Dordrecht niet moeten hebben? Is het nodig bijvoorbeeld dat wij hier een universiteit hebben? Of zeg je van, nou, daarvoor kunnen we net zo goed. Nou ja, je kan heel veel dingen verzinnen, wat uiteindelijk, dan krijg je te ver.
Nee. Probeer, probeer een partnerstad te zijn van, of een, probeer het openbaar vervoer goed te doen. Probeer, kijk, een student kan ook met 11 minuten van door het Centraal naar Rotterdam Centraal komen. Ja. Nou, maak dat de plan die je hebt met vervoer vanuit het leerpark, zeg maar, naar het Centraal Station, of spoor doortrekken of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk heel gunstig. En het is natuurlijk één groot gebied. Als je in Rotterdam woont of naar Dordrecht woont en in Rotterdam naar school gaat, het zou mooi zijn als je HBO-opleidingen hebt en universitair, maar dat is te ver, dan blijf je bezig in. Wethouder Burggraaf, hoe is het gesteld met de bouwplannen voor de stad? Nou ja, we zijn op de 4000 woningen die we voor deze periode hebben, daar zijn we goed op dreef. Voor de volgende 6000, daar moet het plan nog voor komen. En hier, ja, vandaag hebben we de omgevingsvisie, om de visie op de hele stad te krijgen. En te kijken waar doen we de bedrijvigheid en waar komen die woningen. Ik vind het heel abstract allemaal, die omgevingsvisie. Ja, de omgevingsvisie, inderdaad, als je het zegt, is heel abstract. Maar als je hier bent, kan je dat denk ik niet meer zeggen. Want ik vind dit een heel erg leuk idee. Dat noemen ze een snoep de ruimte. Waarbij je echt met fruitella's, wat ene kleurtjes wonen en andere bedrijven, zelf op de kaart kan aangeven op welke plek je dan als bewoner vindt dat de ontwikkeling naartoe zou moeten gaan. Dus dan wordt het in één keer heel concreet. En dat is ook het idee van de omgevingsvisie. Is dat je dus uiteindelijk de kaart van de stad inkleurt en daarin eigenlijk prioriteiten aangeeft. U bent van het omgevingsloket. Loket. Ja. Wat houdt dat in, het omgevingsloket? Ja, het omgevingsloket is eigenlijk voor heel Nederland. Kunnen burgers of ondernemers, of iedereen die iets in de omgeving wil, kan op dat loket meteen een antwoord vinden. Dus als je iets wil verbouwen, je wil een nieuw bedrijf beginnen, je wil een zonnepaneel plaatsen, dan ga je naar één plek, en dat doet iedere gemeente, richt dat in, het omgevingsloket. En dat moet op een hele makkelijke manier, moet je dan binnen eigenlijk een paar toetsen achter kunnen komen of iets wel of niet mag. In de meeste gevallen meteen een antwoord. U mag een boom kappen in de tuin of u mag een aanbouw bouwen. Heeft geen vergunning nodig. In een aantal gevallen zal de uitkomst zijn dat er nog een vergunning nodig is. En in een aantal situaties zal er staan, u moet nog contact opnemen met de gemeente. Is het ook een fysiek loket of moet je het allemaal digitaal doen? Allemaal digitaal. 100% digitaal. Dus je moet internet hebben? Je moet internet hebben, dat klopt. Ja. Het is natuurlijk altijd zo, mocht je geen internet hebben, kunt u bij de gemeente binnenlopen. Maar dan zijn er mensen bij de gemeente die ook met het omgevingsloket die vragen gaan beantwoorden. Dus alles wordt wel op die manier digitaal ingericht. En bij de gemeente zijn we nu bezig, dus alle wetten en regels die er zijn, om die allemaal in dat loket te stoppen. En dat is een hele complexe opgave waar we nog wel 5 jaar mee bezig zijn, denk ik. Ja, en dan gaat nu weer het een en ander veranderen allemaal. Er gaat heel veel veranderen. Dus nu heb je nog honderden bestemmingsplannen. Binnen de gemeente Dordrecht zijn er al, denk ik wel, 100. Heel veel verordeningen, allemaal verschillende regels. Die moeten allemaal in één omgevingsplan terechtkomen. Dus daar zijn we nu met z'n allen heel hard mee bezig om daar een start mee te maken. Dus veel werk aan de winkel van het loket. De winkel, ja, dat klopt. Ja. Dan gaat het over gezondheid. Dus thema gezondheid in woonwijken. Ja. Nou, dat is mooi. Minder auto's. Auto's die er zijn elektrisch. Hebben we minder uitstoot, minder fijnstof. Ja, je houdt de banden over, maar dan nog. Meer fietsen. Dat zal jou niet onbekend voorkomen. Wat moet je meer gezondheid? Heel veel bomen. Bomen kappen om huizen te bouwen. Krijgen we binnenkort in het leerpark. Moeten ze niet doen. Doodzonde. Laat die bomen die er 50 jaar staan, laat ze staan. En bouw het huis dan 50 meter verder. Klaar. Kan de burger, die kan daar voorzetjes voor geven, maar wat doet de politiek? Wat gaat hij daar nou mee doen met al die goed bedoelde adviezen van de burger? Nou ja, dat komt uiteindelijk in die omgevingsvisie terecht. Dat is heel veel, ik moet wel zeggen, er zijn natuurlijk al heel veel beleidskaders geformuleerd met de gemeenteraad. En daar zijn ook altijd bewoners bij betrokken geweest. En die gaan we niet allemaal overnieuw doen, dus die gaan we weer in die omgevingsvisie herhalen eigenlijk. En er zijn een aantal andere aspecten die we nog weer juist gaan kijken van, nou, moeten we die veranderen of nog toevoegen. En dat is wat er nu gebeurt. Dus echt wat de mensen hier aangeven, daar gaat echt wel iets mee gedaan worden. Althans, daar kan iets mee gedaan gaan
worden. Zeker, ja, ja, absoluut. Wat we hier ophalen, dat nemen we zo meteen mee naar het formuleren van de omgevingsvisie. En uiteindelijk is het de raad die het vaststelt. Dus kijk, De raad is de baas, hè? De raad is de baas. En we kunnen hier bewoners hebben waarvan misschien de helft zegt, we willen heel graag daar op die plek wonen. En de andere helft zegt misschien, nou, we willen heel graag bedrijven. Ja, dan moet de raad uiteindelijk die twee belangen tegen elkaar afwegen. Dus we nemen alles mee wat hier wordt gezegd, maar uiteindelijk is het de raad die al die verschillende input met elkaar moet afwegen om tot één gedragen beeld van de stad te komen. Ik loop nou een klein uurtje rond hier. Ik zie niet zoveel burgers eerlijk gezegd. Nee, het begint om 11 uur is begonnen en het loopt door tot 4. Dus ik heb goede hoop dat het nog drukker wordt vandaag. Als we hier aan het einde concluderen van ja, we hebben nog te weinig mensen ontmoet, dan moeten we gewoon nog een bijeenkomst organiseren. Als je het programma ziet, misschien dat uw reportage er dan ook nog aan bijdraagt, dat mensen zien, hey, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Want ik vind het echt wel heel leuk om te doen en voor de kinderen is er ook nog een hoekje op te spelen. Dus wat dat betreft is qua programma in ieder geval, hoeft er geen reden te zijn om hier niet bij te zijn. Ze kunnen nu hun mening geven vandaag, maar gaan we dit eens in het jaar doen of gaan we dit elk jaar doen of hoe gaat dat? Goeie vraag. We hebben ervoor gekozen om in een heel vroeg stadium al aan bewoners te vragen in Dordrecht wat zij willen. We gaan uiteindelijk gaan we natuurlijk gewoon de normale weg volgen. Dat is rond eind maart, misschien wordt het mei weer koers aan op eind maart, gaat de ontwerp omgevingsvisie, wordt daar inzage gelegd, kan iedereen zienswijze indienen. Maar dit is echt een eerste voelen van zijn we op de goede weg, hebben we de goede thema's te pakken, wat zijn de ambities. Dus eigenlijk nog voor het hele traject wat wettelijk is bepaald. Dus er is een hele leuke site overstroming.nl en daarop kunt u zien tot hoever het water zou staan in het geval van een overstroming bij uw huis. En dan kunt u ook zien wat kunt u nou doen. Moet u blijven of wilt u weggaan? En als u weggaat, welke risico's zijn er dan? Dus bijvoorbeeld gaat u met de auto op de snelweg en er staat file en de snelweg stroomt onder. Dat is natuurlijk ook geen leuke situatie. Dus er zijn zeker wel dingen die als inwoner, die u zelf voor uw eigen veiligheid dan kan doen. Maar inderdaad, niemand kan een overstroming in principe voorkomen. Ja, natuurlijk de overheid met de dijken, maar ja. Dus ja. Nou, dat ziet er toch een beetje angstig uit, moet ik zeggen, hoor. De Drechtsteden eindanalyse wordt hier besproken. De mensen doen het in ieder geval niet, ze zijn met iets anders bezig. U staat bij deze tafel? Ja, ik sta bij deze tafel, ja. Ja, wat houdt dat in, die Drechtsteden eindanalyse? Dat is een eindbeeld van hoeveel duurzame energie we moeten opwekken in 2050. En wat het kaartje laat zien is dat we proberen met fiches leggen te kijken van hoeveel ruimte dat neemt. En we proberen eigenlijk hier op te halen waar mensen duurzame energie willen opwekken. Of op willen laten wekken. En dat dan voor de Drechtsteden? Richten ons eventjes wel specifiek op Dordrecht, maar de energiestrategie is er in Drechtsteden breed. En hoe ziet dat beeld er gemiddeld uit wat de Dordtenaren hier voorschotelen? Sommige mensen willen heel graag geluidsschermen met zonnepanelen. Ze zijn terughoudend in windmolens, maar sommige mensen leggen ook gewoon windmolens in de Dordtse biesbos neer. Dus het is een heel wisselend beeld wat we krijgen. Mensen die heel zuinig zijn met de ruimte en mensen die zeggen, ja, we moeten gewoon kost voor kost halen wat we moeten bereiken. Is dat een beetje reëel wat de mensen voorleggen? Vraag ik me niet zo 1, 2, 3 af. Het is toch meer dat we een beeld ophalen van zijn er no-go areas, zijn er areas waar je wel wat mee kan. En of het heel realistisch is dan van zoveel andere dingen afhankelijk dat we dat eigenlijk niet aan mensen kunnen vragen. Dus het gaat echt over wat vind je van de ruimte, waar zou je dit soort dingen wel doen en waar zou je ze juist niet doen. Dus echt eventjes de gedachten eventjes helemaal loslaten. Ja, zeker voor ons, omdat we als ambtenaren soms een beetje vooringenomen zijn en een beeld hebben van nou ja, je zou het misschien wel zo kunnen doen of zo. Probeer het een beetje los te laten. Dus ook voor u is het wel heel leerzaam? Ja. Er worden dingen of plaatjes neergelegd waarvan ik denk van zelf gedacht had van nou, dat gaat een Dordtenaar nooit goed vinden. Tot zover weer deze aflevering van DWD. Tot volgend weekend.